Mila stond hier net aan de deur. Bunchums? Bunchbot? Ik ben met Denise. Dus ik deed mijn camera uit, ging ze weer boren. Ik hem aan, klaar. Poging 52 of zo, maar dit is heel de tijd. Het brandt en het tintelt en het doet. Het is zondagochtend. Ik heb me wel gedoucht en opgemaakt en aangekleed. Sarah die heeft daar nog lekker pyjamaochtend / pyjamadag. Het is niet heel lekker weer, geen zonnetje buiten. Ik ga trouwens wel wat daglicht naar binnen laten, maar daar had ik net nog geen zin in. Omdat ik nog in mijn pyjama liep, toen vond ik dat niet zo'n idee. Voor de weerkaatsing. Ja, maar het is wel het laatste filmpje. En daarna gaan we even wat doen. Mag ik alsjeblieft echt een pyjama dag? Ja, maar dan moet je wel in je pyjama zo je konijntjes doen. Yay! Mila stond hier net aan de deur. Ik was boven bij de was. Kom ik beneden. Heeft ze een tas gebracht met allemaal kleding. Ook twee jassen erbij. Die Sarah helemaal leuk vindt. En zij niet meer past. Maar we zijn aan het opruimen, want de baby komt bijna. En een... Even, het is een hele doos met spullen. Bunchums? Bunchbot? Ik weet niet wat precies is. Dit. Dus dat heeft zij nu ook gekregen. En daar hoort dit dus bij. Ik heb geen idee wat het is. Kun je het nou goed in elkaar zetten? Kan je het straks laten zien? Ja. Moet je even een boekje kijken als je het niet weet. Kijk dus. Mama is nog bezig met deze dingen te doen. Ja, ik ben een design en boven komt hij er een beetje uit. Ja, zo. Je hebt een boekje ook, hè? Dan kan je het nadoen. Ja, zo. En dan moet je dus al die dingetjes vormen. Ik denk niet dat je het heel goed ziet zo. En nee, doe maar op de handjes. Dan zie je wat er gebeurt hier. Zo, en dan moet ik nog alle zwarte erin. Kijk, dan doen we hem vol. En dan kunnen we hem zo weer een laag maken. Het is eigenlijk een beetje een 3D-printer-achtig idee. Dan doen ze ook laagje voor laagje. Ja, net zoals bij mijn beeldje wat we voor opa maken. Ja, dat is ook... Moet dat helemaal zo? Ja, kijk maar, dat is de tekening om deze giraf te bouwen. We zijn een giraf aan het bouwen. Kijk, wil jij zo duwen? Even wachten, schrijf hem er maar in. En moet je aan twee kanten tegelijk even hard duwen? Ja. En dan schrijf je la uit, kijk je of ze er allemaal aan zitten. Ja, dan kunnen we naar de volgende stap. Ik heb het en dan nog stap 11 gaan we nog doen. Oké. Okay. We hebben dus nu heel veel pech, want deze heb ik er net van Mila gekregen, dat ding. Maar dat ding waar je het eruit haalt, is verwogen. Dus mama is helemaal bezig nu. Ik laat jullie dat even zien. Kijk, helemaal erin proberen te doen. Ja. Nou, ga jij maar even door, dan ga ik even lucht buiten. Je gaat steeds op de dansje praten, joh. Rotterdamser? Ja. Nee, ik ben niet Rotterdam. Sir. Ja. Jij denkt, mama, los wel op, ik ga wel even eten. Ja. Lekker makkelijk zo. Oh. Even kijken, als ik hem zo, leg hem er dan al in. Elke keer heb ik hem een stuk en dan wil hij het laatste stukje niet. Oh. En als ik hem andersom doe, krijg ik hem dan. Soms wil het dan net iets beter meewerken. Deze moet ik uitbuigen. Je bent wel meer dan een minuut bezig, mama. Ja. Je bent wel iets van een kwartier bezig. Oh ja, en zo komen de Denise en Lola nog even langs, hè? Nee, misschien, heb ik gezegd. Ja, misschien even lekker langs. Lekker een bakkie. Doen. Het is niet helemaal gelukt, want ik moest het met de hand uitdrukken, maar dit krijg je dan. Dit is een giraf. Ja, alleen hadden we geen ogen. Nee, dus zij heeft een zonnebril op. Nou, ga maar. Dan alleen met de uithalen. Ik moet op de een of andere manier... Kijk, deze is niet helemaal recht. Ik weet niet of je het zo ziet. Maar ja, zo zie je het wel. Dit moet iets verder naar buiten. En ik ga de vlinder maken, mama. Ga de vlinder maken, schat. Gewoon goed kijken, goed tellen.
Deze moeten we dus even weer in vorm zien te krijgen en dan zou die het weer perfect moeten doen. Ik ben met Denise. Hi, ben ik zo slaapverwekkend? Nee, ik moet gaan. Was zo stom, Denise kwam binnen. En toen gingen ze bij de buren op gelijk heel hard boren. Dus niet altijd zoiets, zit je je hele dag in? Nou, nee. En toen dacht ik, nou, dan film ik precies dan. Stopte ze met boren. Ik denk, nou, dan wacht ik tot ze weer gaan boren. Ga ik het jullie laten horen hoe de hele tijd zitten. Dus ik deed mijn camera uit, ging ze weer boren. Ik hem aan, klaar. Nou, dat gewoon drie keer. Ja, drie keer. Drie keer. En nu staat mijn camera aan boren niet. En ik denk, als ik hem uitzet, dat ze weer gaan boren. Dat gevoel heb ik. Ja. Poging 52 of zo, maar dit is heel de tijd. Nee, poging 6. Ja, het is een grapje. Maar dit is elke keer. En als ik de camera uitzet, behalve deze keer, elke keer gelijk stil. Wij hebben net best wel lang film gekeken. In ieder geval gegeten, daarna film gekeken toen Sarah naar bed gegaan. Zo wat later. Ik moet gelijk de crème gaan doen. Dus dat ga ik doen en thee zetten en dan even editen. Ik moet de vlog van gisteren renderen. Ik denk dat ik die eerst even aanzet. Dan is dat in ieder geval vast gebeurd. En dan kan ik dadelijk editen. Dan ga ik gewoon eerst even, gaan we even samen voor de twee, ik weet het niet. Ik heb lekker popcorn gemaakt en weer een blikje Maza Guava's. Oh, ik vind deze zo lekker. Deze is wel echt de allerlekkerste. Die van Picnic is oké, maar deze te lekker. Volgens mij gaat die crème steeds meer doen, want echt brandt en het tintelt en het doet. En het voelt niet fijn. En elke keer wil je er nou aan zitten, maar denk niet eraan zitten. Gewoon afblijven. Oh. En ik moet zeggen, zolang ik het gevoel heb dat die werkt, heb ik ook echt zoiets van, dan kan ik me er niet heel druk over maken. Maar hij moet wel echt gaan werken. Ik moet wel binnenkort wat gaan zien. Want anders is het gewoon echt marteling. Het voelt echt zo niet fijn. Goed, ik ben trouwens wel gaan editen. Ik heb mijn laptop. De vorige duurde heel lang om te renderen. Die had ik gelijk aangezet. Dus het wel wat later. Dus deze ga ik weer niet kunnen renderen. Maar zoals ik gisteren al zei, dat maakt niet zo uit. Dus zo blijf ik wel bij. Dus even deze afmaken. Ik ben er bijna. Ja, als deze weer anderhalf of twee uur duurt om te renderen, dan wil ik gewoon echt wel al naar boven toe gaan. Dus ik ga hem als ik klaar ben gewoon zeven en uitzetten. En ja, dan nog gewoon even tv-tijd. Ik ga lekker slapen. Ik heb er zin in. Ik ben redelijk moe. Ik heb het een beetje laat gemaakt, maar het valt echt mee. Zeker voor in de vakantie. Ik was nog bezig met mijn boodschappenlijst maken. Maar ik weet niet wat ik wil eten. Dus daar ga ik morgen denk ik mee verder. Ik ga voor nu de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!